is beschuldigd van 16 aanslagen in Den Haag en omstreken. Daaronder valt ook de mislukte aanslag op wethouder Duivenstein. Het danstheater aan het Spui wordt de komende maanden aanzienlijk uitgebreid. Er komen twee studio's bij en een groot aantal kleedkamers. Het Nederlands Danstheater, die het Haagse Theater als thuishaven heeft, zal de uitbreiding zelf betalen en die kost in totaal 3 miljoen gulden. De belangstelling om in het moderne theater te spelen overtreft de verwachtingen en daarom is de uitbreiding nodig. Op 6 september, bij de opening van het Holland Dance Festival, zal de nieuwbouw in gebruik worden genomen. Vandaag stonden er voor het eerst sinds 65 jaar weer trams op het Binnenhof. Het is namelijk 125 jaar geleden dat er in Den Haag, als eerste gemeente in Nederland, paardentrams werden gebruikt voor personenvervoer. En daarom reden twee trams, een paardentram uit 1880 en een elektrisch uit 1908, via een speciaal daarvoor aangelegd spoortje van het Mauritshuis naar het Binnenhof. Wethouder Vlaanderen en HCM-directeur Den Oude onthulden vanmiddag in het kader van het feestprogramma een routebordje op de voorkant van de trams. Ze zullen er nog tot 10 uur vanavond staan, dus als u snel bent kunt u nog net even een kijkje nemen. Maar u kunt ook thuis blijven kijken naar Locatel, want straks in het programma een uitgebreide reportage. En dan nu het politienieuws. Afgelopen dinsdagavond is in Den Haag een vrouw aangehouden die het gebouw van het ministerie van Defensie met leuzen bekladde. Volgens de politie is de vrouw lid van een religieuze actiegroep, de Ploegschaar. De leuzen die de vrouw schilderde waren gericht tegen vliegtuigleveranties aan Turkije. De vrouw is inmiddels vrijgelaten. En diezelfde dinsdagavond ontsnapte er een vrouw uit een politiecel. De vrouw werd verdacht van fraude en oplichting en zat gedetineerd in het bureau aan de Jan Hendrikstraat. Ze had bezoek van haar vader en hoewel de deur van haar cel open stond, was er wel toezicht. Maar blijkbaar was dat even minder, want even later bleek dat alleen haar vader nog in de cel zat. En die zat rustig op haar te wachten. Ze had hem verteld dat ze even weg moest, maar blijkbaar niet dat ze niet meer terug zou komen. De bewoners van Laankwartier Centraal zijn woedend op de gemeente. Ze eisen 70% subsidie voor de verbetering van hun woningen, maar de gemeente wil niet meer geven dan 10-30%. Meer is volgens de gemeente onmogelijk, omdat er anders onvoldoende geld is om de 8800 woningen in de wijk op te knappen. De woningen in Laankwartier Centraal zijn hard toe aan een opknapbeurt. Er is veel achterstallig onderhoud, gemiddeld 12.000 tot 15.000 gulden per woning. Als de verbetering nog langer moet worden uitgesteld, bestaat de kans dat de woningen straks helemaal moeten worden gesloopt. Afgelopen maandag kwamen de wijkbewoners bijeen om over de verschillende subsidievoorstellen te praten. Maar niet alleen het voorstel van de gemeente werd weggehoond. Ze hadden ook geen goed woord over voor het voorstel van de bewonerswerkgroep Verpaupering Nee, die had geadviseerd om met een subsidie van 40-55% akkoord te gaan. Nu de wijkbewoners vasthouden aan die 70%, lijkt de situatie een beetje vastgelopen te zijn. Voor de bewoners zelf is er maar één oplossing. De gemeente moet met de Rijksoverheid onderhandelen over meer geld. We houden u daarvan op de hoogte. En dat waren de onderwerpen voor vanavond in Nieuwsplein. Bedankt voor het kijken. We zien u graag terug over 2 weken bij Nieuwsplein en dan op 2 maart. Onder de titel 4 hoeven, 16 wielen is er een portret gemaakt over de Haagse tram. Verleden, heden en toekomst van het Haagse openbaar vervoer worden hierin belicht.